moeilijk om binnen te zijn. En het tweede mandje gaat het belangrijk om het een goede actie te maken. Als je dan daar goed bij zit, dan hoef je natuurlijk niet meer een vecht van het te hebben. Maar hier moet je natuurlijk maken. Je weet wat je komt binnen, wat staat er aan, moet je laten zien. Dat je tweede mandje super halen. De overgang natuurlijk in dit geval naar een halve finale. Want het is nog niet zo makkelijk om hier in de finale te komen. Bij die 6 en 7 jaren. Er zijn veel van de Noorden al in de 20 die samenknokken voor de, vandaag die goede eindstand. Superklas. Want die krijgen we natuurlijk over die vijfde regio-wedstrijden hier in de regio Zuid van de Nederlandse Voetbalconfederatie. Het gaat over die vijf wedstrijden. Volgens mij mag je er een eentje laten missen. Maar al met al verteld, dan krijgt iedereen een mooie beker als je maar aan vier wedstrijden meegedaan. Zo werkt het spelletje bij die superklasse in die twee leeftijden. Met, ik ben helemaal kwijt door wie hem voorloopt. Misschien dan Renzo, een van de rijderen nu land die nummer 1 pakt. En uitviel wordt als tweede. Ook voor de finish. Op het laatste stuk, en dat is ook natuurlijk een mooie actie. Volgende race, die van race 23. Met Laura Thank you.
Hier over de baan en de zaal. Ik wil hier in de air
Dat is een vereniging in het Chinese. Dus we proberen iedereen tegelijk op te